Dit is West in 60 seconden. Justitie heeft maandag in hoger beroep 9 jaar celstraf geëist tegen de Rotterdammer die in 2013 in Gouda zijn zwager neerschoot. De Goudenaar raakte daarbij zwaar gewond. Volgens justitie handelde de Rotterdammer met voorbedachte raden en is er sprake van poging tot moord. Voor het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag zijn maandag tientallen politiemotoren aangekomen. Ze worden ingezet om de komende dagen delegatieleden te begeleiden die van Schiphol naar de residentie komen om de cybertop bij te wonen. Ziggo waarschuwt voor een valse e-mail die uit naam van het bedrijf is verstuurd. In de e-mail vraagt de afzender om een betaling van een openstaande vordering. De mail is voorzien van het logo van het kabelbedrijf. Dit jaar is het precies 70 jaar geleden dat Nederland werd bevrijd. Daarom is er het boek Den Haag, Stad in Oorlog, Stad in Vrede uitgebracht. In het boek staan foto's uit de Tweede Wereldoorlog naast foto's van nu. In het atrium van het Haagse stadhuis is nu een selectie van de foto's te zien. En tot zover West in 60 seconden.